En zo, vrienden, ja, zo zijn er opeens 500.000 mensen minder die onder de armoedegrens leven. Ja. Rekenwondertjes in Den Haag, hup, die zijn even snel gaan rekenen. En ja, dat zijn er ineens heel veel minder arm. Ja, problemen die los je gewoon door snel rekenen, los je op als sneeuw voor de zon. Die gasten die moeten gewoon bij Hans Klok gaan werken. Zo zie je me nog. En zo zie je me niet meer. En zo zie je me weer wel. Is dat even leuk? Ja, hè? Ja, zo gaat dat gewoon. Maar ik heb zitten kijken naar al die berichten over de asiel en wat dat allemaal kost. Hebben jullie dat gevolgd? Ongelooflijk. Tja, 9.500 mensen hebben ze in 79 nu hotels gestopt. En tot nu toe, dit jaar, kost dat bijna 400 miljoen, 380 miljoen of zo. Niet te geloven wat een geld dat allemaal kost. Ja, en dan kan je wel zeggen nu, ja nee, we hebben heel veel mensen opeens in de armoede zitten. Maar ik denk alleen maar bij mezelf. Al dat geld wat allemaal naar dat asiel gaat. En al die cruiseboten. En die kosten ook 110.000 euro per dag. Kun je je voorstellen? Ja. Maar goed. Al dat geld wat daar naartoe gaat. Waarom gaat dat niet naar mensen die het moeilijk hebben in het leven in Nederland? Gewoon naar mensen die vechten tegen de armoede. Help die nou. En dan maak dan een eenvoudige rekensom. Want jullie stellen nu vast, we hebben dus nu dan 540.000 mensen die onder de armoedegrens leven. Dan heb ik het nog niet eens over die mensen die net daarboven zitten en ook zitten te knokken. Nee, nou even alleen die 540.000. Nou, en pak nou eens die 400 miljoen. Die je gewoon hebt weggegeven aan het asielgebeuren. Geef die 400 miljoen nou eens aan die mensen. Ik heb even snel gerekend, want ik kan ook rekenen. Hè? Net als die rekenwonders in Den Haag. En weet je, dan krijgt ieder gezin of ieder figuur, die krijgt 740 euro. Dat is voor die mensen een vermogen. Dat geeft ze enorm veel ruimte en rust. En misschien een heel klein beetje geluk in hun leven. Ja, hey, in Den Haag, doe dat nou eens een keer.